President Chandrika Prasad Santokhi heeft vandaag de Sabaku Lounge in de vertrekhal van de Johan Adolf Pengel Luchthaven in gebruik genomen. Dat deed hij voor zijn vertrek naar Guyana. De president zei dat een lounge een plek is die het toerisme bevordert. De Sabaku Lounge moet een aangename ervaring zijn voor het reizende publiek. Daarnaast geeft een lounge aan hoe een land is ingericht als het gaat om de ontvangst, de faciliteiten en de vriendelijkheid. De eenheid, de samenwerking, de vriendelijkheid, de hartverwarmende omgeving, uitnodigend voor toeristen. En dit moet het ook zijn. En laat het ook zo zijn dat met deze samenwerking wij ook duurzaam beleid gaan ontwikkelen om toerisme te bevorderen. Dat meer vliegtuigen hier moeten aanvliegen. Dat er een druk vliegtuigverkeer is met internationale samenwerking. Jullie kennen mijn visie. Sanderij Airport moet een hub zijn voor internationale luchtvaart. Vliegtuigen uit zuiden hier landen, vanuit hier passagiers overnemen, verder naar oost, west, noord vliegen en omgekeerd. Want dat is die uitdaging. Hier on the ground. In de luchtvaart, maar ook met de Suriname Airways. Dat die ook deze faciliteiten goed gaat aansturen. Dat we inderdaad deze doelen kunnen realiseren. Minister Albert Jubitana van Transport, Communicatie en Toerisme benadrukte dat de lounge het product is van een samenwerking tussen de NV Luchthavenbeheer en de SLM. Daarom ziet hij graag dat de autoriteiten en andere organisaties hun energie stoppen in samenwerken. Wij gaan dit land moeten opbouwen en dat is ook de boodschap geweest toen wij deze gesprekken zijn gestart met de directeuren van beide parastatale bedrijven. Maak de aandeelhouder trots. Linksom, rechtsom, het gaat om Suriname. De passagiers die naar Suriname komen, de toeristen die naar Suriname komen, laten we ze de warmte geven. Ik meen dat ik daarmee kan volstaan om daar Surinamer te zijn, om alleen het paspoort te hebben, maar zolang je ook deel bent van de samenleving, dat wij die warmte en vooral wanneer we praten over de ontwikkeling van de luchtvaartsector en met name luchthavenbeheer, SLM als onderdeel van deze sector, dat zij de handen in elkaar hebben geslagen. En vandaag laat de Sabaku Lounge niet alleen een symbool zijn van hoe mooi het is, maar een symbool van samenwerking en een symbool van profit. Vicepresident Ronnie Brunswijk neemt van 17 tot 20 augustus waar als president van de Republiek Suriname. Dit vanwege het vertrek van president Chandrika Prasad Santokhi naar Guyana. Volgens de grondwet worden bij afwezigheid van het staatshoofd de taken overgedragen aan de vicepresident. President Santokhi en vicepresident Brunswijk tekenden op dinsdag 17 augustus 2021 voor vertrek van het staatshoofd naar Guyana het protocol van overdracht op de Johan Adolf Pengel Internationale Airport. Het wordt de tweede keer dat de vicepresident waarneemt in de functie van staatshoofd. De eerste keer was in augustus 2020 toen president Santokhi in de inauguratie van zijn Guyanese ambtgenoot Irfan Ali bijwoonde.